heb mijn hele leven getekend tegen gezag, geloof en burgerij. Ik zocht de grenzen op van het fatsoen. Nee, niks was heilig voor mij. Vanaf mijn spatprent van Juliana als prostituee op de wallen heb ik nog vaak in de rechtszaal gestaan. Maar deze oude provo zal nooit veranderen. In 68 ging ik naar Parijs. Ik was een jongen die niet zoveel zei. Droeg een snor van uitgeplozen vlas. Droeg puntschoenen en een legerjas. 2015 en mijn snor is grijs. Om de paar weken kom ik in Parijs. Ik lever daar mijn tekeningen af aan Charlie Hebdo, een satirisch weekblad. Ben een anarchist met een geweten, een cartoonist die de hele dag moet tekenen. Mijn wereld is bevolkt met corrupte machthebbers, godsdienstfanaten, soldaten en slachtoffers. Elke dag maak ik een cartoon voor de krant Liberation. Ik stuur ze per e-mail, maar mijn prenten voor Charlie lever ik liever persoonlijk af. Dat doe ik omdat ik zo hou van Parijs en van Charlie Hebdo. Al is het nu wel een gedoe met die lange tenen van de islam. Een paar jaar geleden werd de redactie door een brandbom volledig verwoest. Sindsdien staat er bij de voordeur altijd een politiebusje. En de hoofdredacteur van Charlie wordt permanent bewaakt. Het is eigenlijk te gek voor woorden wat die profeet Mohammed allemaal losmaakt. Ik ben een anarchist met een geweten, een cartoonist die de hele dag moet tekenen. Mijn wereld is bevolkt met corrupte machthebbers, godsdienstfanaten, soldaten en slachtoffers. Vanochtend ging ik weer naar Parijs. Ik zat goed gemutst in de trein. Ik verheugde mij op het weerzien met alle tekenaars van Charlie. Totdat ik een berichtje kreeg dat er een aanslag op Charlie was gepleegd. Waren mijn collega's, maar ook mijn vrienden, al die doden om een paar tekeningen. Dit is denk ik uniek in de historie van journalistiek. Dat in één keer een complete hoofdredactie wordt weggevaagd. Dit is een aanslag op de hele pers, maar ik laat me hierdoor niet afschrikken. We moeten doorgaan, meer dan ooit. Stoppen met tekenen, zal ik nooit. Ik ben een anarchist met een geweten, een cartoonist die de hele dag moet tekenen. Mijn wereld is bevolkt met corrupte machthebbers, godsdienstfanaten, soldaten en slachtoffers. Gist met een geweten, cartoonist die de hele dag moet tekenen. Mijn wereld is bevolkt met corrupte machthebbers, godsdienstfanaten, soldaten en slachtoffers.